Als je op het CDA moet je stemmen als je gelooft dat het zo moet zijn dat we zorgen voor de wereld van morgen. En eigenlijk op alle fronten. Dus niet alleen goed zijn voor mensen, dieren en milieu, maar ook voor de portemonnee. En we leven veel te veel in een tijd waarbij alles maar altijd moet groeien. Maar wij eigenlijk niet zelf gelukkiger of gezonder worden. Publieke voorzieningen zijn niet meer te betalen. Dus we moeten veel meer durven te vertrouwen op de kracht van de gemeenschap. En vanuit de overheid gemeenschappen ondersteunen om toekomstbestendig te zijn. Dus als je minder markt wil, maar niet per se meer overheid, maar veel meer op gemeenschappen gericht en op de toekomst van onze wereld. Ja, dan moet je op mij stemmen. Een ander ding wat je niet snapt, dat heb ik uit de krant begrepen en dat speelt hier op dit moment in koppel maar eventjes aan duurzaamheid, maar ook aan het havengebied. Ja. Dat is het feit dat er de plannen zijn om een ammoniakfabriek op de Maasvlakte te bouwen die redelijk in de buurt van Voorne aan Zee komt, maar ook Rozenburg. En vooral een aantal bewoners, de verontruste bewoners van Voorne, meneer Komter, maar ook anderen hebben daar behoorlijk tegen geopponeerd. Ja. De gemeenten hebben daar ook wel een bepaalde stelling in genomen en hebben gezegd van, aangegeven dat ze het wel fijn zouden vinden als er toch een MER zou plaatsvinden. Provincie en zowel DCMR die zien dat niet zitten. En jij hebt je sterk gemaakt om te zeggen van, dat moet toch, leg eens uit waarom en hoe je daar nu in zit en wat de laatste stand van zaken is. Ja. Nou, het is dankzij de mensen in Voorne aan Zee dat het ook bij mij terecht is gekomen. Dus allereerst dank daarvoor voor het aanleveren van dit onderwerp. En ja, wat hier speelt zijn een aantal dingen, denk ik. Dan moet je het dan toch eigenlijk erbij noemen. Dus die opslag van ammoniak op deze plek is bedoeld voor een kunstmestfabriek in Zuid-Limburg, in Geleen. Dus je hebt, het heeft niks te maken met wat steeds gezegd wordt, de energietransitie voor waterstof. Nee, dat is gewoon puur voor die kunstmest. Aardgas is te duur, dus ammoniak. Dan heb je twee problemen, namelijk de opslag, die moet veilig zijn, en het vervoer. Het Rijk heeft al gezegd, vervoer van ammoniak gaan wij zoveel als mogelijk ontmoedigen. Dat zegt genoeg, denk ik. Ja. Het Rijk is ook bezig met nieuwe veiligheidsmaatregelen voor de opslag voor ammoniak, maar die zijn er nog niet, die maatregelen. Dat zegt ook genoeg, denk ik. En wat hier nu gebeurt, is eigenlijk dat er door de DCMR gezegd wordt, ik denk dat de DCMR ook gewoon prima hun werk heeft gedaan, van nou, we zetten een aantal vinkjes kunnen we zetten, daaruit blijkt, er is geen meer nodig, dus gaan we het niet doen. Vervolgens zeggen, denk ik, terecht verontruste bewoners die dingen in Zuid-Limburg mis zien gaan, die overal over problemen met ammoniak lezen en sowieso al in een zwaar geïndustrialiseerd gebied zitten, van ja, maar wij willen meer waarborgen, wij willen wel zo'n uitgebreide milieueffectrapportage. Dan zeg ik als politicus, eigenlijk moet je het dan al doen. Om die reden alleen al moet je het doen, want het zit in hun achtertuin, het is hun veiligheidsrisico. Dus blijf dan niet zo, zoals ik het gisteren heb gezegd in de Raad in Rotterdam, niet zo technocratisch zeggen, het hoeft niet, dus we doen het niet. Maar leer nou juist van op andere plekken, zie dat het gevaarlijk is, dat het niet voor niks zo is, dat het Rijk nieuwe regels heeft. En doe die meer, ook om de mensen mee te krijgen. En ook hier kun je hetzelfde krijgen als bij de turbines. Er hoeft maar één iemand te zeggen, ik ga in bezwaar bij de Raad van State. En je zit in jarenlange procedure, dus er komt helemaal niks van de ammoniak terecht. Er is al iemand die dat heeft gezegd. Dus inderdaad, de voorspellende gave inderdaad, van die kansen, die loop je wel. En dan je bent natuurlijk in de Raad in Rotterdam daar mee aan de gang gegaan. Heb je het idee dat je meerdere partijen daarin meekrijgt? Of is dat nog best lastig? Nou, ik denk dat ik er best wel wat partijen op meekrijg. Maar je ziet wel, ja, dat is helaas de situatie waarin we zitten. Dat als een wethouder dan zegt, het hoeft niet, dus ik doe het niet. Overigens is de wethouder geen bevoegd gezag. De provincie moet het doen. Hè? Maar als de wethouder zegt, ik vind het ook niet nodig. Ja, dan zie je dus snel dat coalitiepartijen zeggen, oké, wij scharen ons achter de wethouder. Ja, dan heb je al geen meerderheid. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik met dit hele logische verhaal en met de zorgen van zoveel mensen, niet alleen Rozenburg, wat in onze eigen gemeente ligt, of Hoek van Holland, maar ook de mensen hier, dat je dan gewoon blijft staan op je punt en zegt, en zelfs als de wethouder dat zou doen, dan vertrouw ik ook op partijen zoals bijvoorbeeld Leefbaar Rotterdam, dat die zeggen, ja, maar jongens, we moeten die meer gewoon. Dus ik denk de motie daarover die ik volgende week ga indienen, best wel kansrijk is.